Van der Hagen en jij komen goed overeen. Jullie hebben een band. Hoe lastig vind je het om op dit moment in deze situatie tegen hem te spelen? Ik en Yves, we hebben een band, maar we zien elkaar niet zo vaak of horen elkaar niet zo vaak. Dus ik denk dat hij heel druk bezig is nu met KV Oostende om hen uit de kelder te halen. En ik ben net hetzelfde aan het doen met de agent. Dus het is ooit plezanter geweest als we strijden voor de prijzen of in play-off 1 vechten voor de prijzen. Dan zijn dat leukere momenten natuurlijk. Maar ik denk dat... dat ik misschien het al meer heb meegemaakt dan hem, dus ik weet wat het is. Voor hem als coach is het nu de eerste keer, maar dat gaat hem ook alleen maar sterker en wijzer maken. En ik denk dat hij daar perfect kan mee omgaan ook. Het is zelf iemand geweest die lang genoeg in het voetbal heeft gezeten om te weten dat er mooie dagen zijn in het voetbal, maar dat er ook soms wat donkerdere dagen zijn en dat moet je door. Brecht sprak op de persconferentie voor het feit dat je ook zo rustig blijft onder de situatie. Is dat een van de redenen waarom? Omdat je het klappen van de zweep kent en ook om die druk wat weg te houden misschien van hem? Ja, omdat het heeft weinig zin om nerveus te gaan doen en om op de toppen van je tenen te lopen, want dan zet je dat ook over op je groep en dat is helemaal geen goede zaak. Natuurlijk, als je vanuit alle hoeken wordt beschoten, zou ik zeggen, wat misschien normaal is in België, ja, dan moet je wel kunnen overeind blijven. En ja, als je dan gesteund wordt vanuit je eigen directie, dan is dat wel belangrijk. Hè. Ik heb deze week van alles gelezen over andere coaches en ik heb ook heel veel backup gezien. Dus dat is wel belangrijk dat je die steun voelt van binnen je club. En als dat niet meer gebeurt, ja, dan gaat ieder schip kapseizen uiteindelijk. Dus hoe groot... de boot dan ook is, dan krijg je problemen. Maar ik heb ook wel geleerd, ook al zou die steun er niet zijn, om zelf toch mijn koers te blijven varen met mijn passagiers aan boord. Want uiteindelijk gaat het om mijn passagiers en ons vele, 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 vele supporters aan wal. Hè, die ons altijd blijven steunen en die ons vooruit stuwen om veilige vaart te maken, zou ik zeggen. Hè. Dus dat is voor mij het belangrijkste uiteindelijk. Sprekende over die passagiers, je spelers dus, voelen zij het belang van de wedstrijd goed aan? Ongetwijfeld, hè. Ik denk dat zij ook wel bewust zijn van de situatie waar we in zitten. Maar ze mogen het zich ook niet te veel aantrekken. Hè, want ik denk niet dat het een groep is die op dat vlak heel makkelijk met die dingen kan omgaan. Dus het is beter dat ze ook rustig die wedstrijd kunnen voorbereiden. En zich focussen op al het positieve dat er is geweest al de voorbije weken. En proberen dat extra tandje bij te steken nu nog wat nodig is om eens een overwinning te behalen. Brecht sprak op de persconferentie over het feit dat hij zich deze week op training had kwaad gemaakt. Ben je daar tevreden mee? Doet je dat plezier? Kwaad maken is natuurlijk... is te zien hoe je dat ziet. Voor Brecht is een keer iets roepen. Hè, wat luider roepen naar iemand, die zal kwaad maken. Ik heb al heel veel andere dingen meegemaakt natuurlijk in ons voetbalcarrière. Brecht heeft zich ook onmiddellijk verontschuldigd daarna. Dus het is wel goed om te zien dat er uiteindelijk wat reactie komt vanuit de groep naar elkaar toe. Ook. Dat de lat naar elkaar wat hoger wordt gelegd en dat de verwachtingen ook hoger zijn. We zouden het gewoon veel meer moeten doen. Hè? Maar ik denk niet dat wij de persoonlijkheden hebben die dat vanuit hun nature heel makkelijk doen. Of het zou Mitrovic moeten zijn die dat alles doet. Maar de rest zijn allemaal heel positieve jongens, heel gevoelige jongens ook. Ja, die dat niet zo vaak gebruiken en die het altijd proberen op de positieve manier. En dat is een goede zaak, maar af en toe moet er toch wel eens duidelijkheid gecreëerd worden binnen de groep op het veld ook. Want als coach kan je veel bijbrengen, maar tijdens matchen en vooral zoals op het eind van de match, als dan stilstaande fases gebeuren op 50 meter van u, dan hebben we er weinig grip op. Hè. En dan moeten zij opstaan, dan moeten zij de boel organiseren en zorgen dat iedereen gefocust is. En jammer genoeg was dat tegen Genk op het einde niet het geval. Oké, laten we hopen dat het nu voor 90 minuten of 95 minuten wel het geval is. Vooral zekerheid 100 minuten, hè, want je weet nooit hoe lang dat we spelen, dus pak er maar 100. Meer dan 10 minuten extra zullen we niet moeten spelen.